Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van The Last of Us. Het is vandaag dinsdag 21 mei 2020, 3 over 5, 's avonds. En we gaan vandaag gelijk verder met The Last of Us. Bij The Cabin Resort stond erbij, of Resort, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Mijn Engels is garbage, leuk want dan zeg ik het in het Engels. Oké, dat sloeg nergens op. In ieder geval mensen, we zijn weer terug met een nieuwe video. De nieuwtjes ga ik zo opnoemen, maar holy dikke shit zo mensen. Het is vandaag zo pokken warm. Het is lente en het is al fucking warm. In ieder geval voor Nederland vind ik het warm. Ik bedoel, in andere landen is het dagelijks 30 graden of zo. Of nou, niet dagelijks, in de winter is het geen 30 graden, maar... Gewoon bij woonplaatsen is het soms gewoon 30 graden, gewoon in de lente, zomer, gewoon elke dag bijna. Of zelfs al boven de 27 graden. Het is gewoon fucking warm, oké mensen? Voor Nederland is het fucking warm. Ik haat de hitte. Ik heb het al eerder gezegd, volgens mij. Zomer of winter. Sowieso winter, omdat... Gadverdamme, de hitte, mensen. Sommige mensen houden van lekker weer. Nee, dit is te lekker. En het gaat alleen maar warmer worden de komende jaren. Dat gaat het... Het wordt alleen maar warmer. Het wordt sowieso niet kouder. Ik bedoel... Ja, als we nu stoppen met CO2-uitstoot, helemaal stoppen, dan gaat het alsnog niet ineens kouder worden, want die extra CO2-laag en zo, die is er al. Dus ja, daar kun je niks meer mee doen. Ik denk niet dat we de technologie hebben om dat weg te doen. Dat hebben we sowieso niet, anders hadden we het al gedaan. Alleen, ik weet ook niet of die technologie daar ooit al komt. Holy titel, sorry. Wat denk je dus sprinten? Kom dan, kom. Oh, kut, hij heeft zijn gun nog. Dat wist ik niet. Oh, tieten, hij raakt me. Holy dikke tieten, zo. Hij is echt een fucking shooter. We zijn nu dus met David. Of volgens mij heette die guy David. Het kannibaal. When we are need, he shall provide. Ik weet niet waar dat op slaat, maar oké. Dit is dus de keuken. Waar alle mensjes worden opgekookt. En ja, we moeten het gewoon overleven nu. Hallo? Holy tit, hoe wist je dat hij was? Oh, dat doet pijnlijk. Oh, hij kijkt ook gewoon naar. Zegt hij nog niet iets? Hij kilt ons gewoon, maar hij zegt niks. Maar in ieder geval, mensen, ik ga nu de nieuwtjes beginnen aan... Minecraft is... Holy titensooi, mensen. Deze guy is een fucking Terminator. Holy dikke titensooi. Echt waar, we moeten echt wegrennen. Gewoon dikke jolen de reetneukvinger wegrennen. Oh shit, what the fuck? Hoe dan? Dikke hacker jij. Ik heb geen eens een kans om weg te rennen. Ik weet al, ik moet gewoon naar links gaan met mijn kutkop in plaats van naar rechts, maar... Oh fuck, hij gaat de gun pakken, dacht ik al. Maar bitch, je kan me niet raken en dat is, ja, lekker voor je. Jij fucking debiel dat je bent. Het is gewoon, ja, eigenlijk is het nu gewoon, ja, verstoppertjes spelen als ik eerlijk ben. Maar in ieder geval mensen, genoeg geluld. Oh kut, daar is die guy. Waar gaat hij heen? Waar rent hij allemaal heen? Gast, wat is een mis met je? Survival Island van Doomer Gamer van Jopje ben ik bij dag 211 alweer. Verder ben ik bij 24, ben ik bij seizoen 8, episode 11 volgens mij. Heb ik vandaag niet echt heel veel gekeken. En Naruto ben ik nog steeds bij episode 191, filler episodes. Moet ik echt mee verder kijken, maar doe ik gewoon niet omdat het gewoon kut en filler is. Verder is Halloween nog steeds bij de zesde film als het goed is, 20 years later. Nog steeds niet afgekeken. Ik kom even niet uit mijn woorden. Holy tieten, daar schrok ik echt van. Holy dikke tieten kutzooi. Daar schrok ik heel erg van. Nee, alsjeblieft. Hoe de fuck komt die vuur ineens? What the fuck? Hallo? Je bent ook echt shit dat je me niet kan pakken. Echt, kom op man. Je moet eigenlijk maar één keer te schieten en je hebt me al neer. Maar ja, zo werkt natuurlijk niet in deze game. Alleen, kom op, what the fuck. Maar in ieder geval, vandaag heb ik dus niks gedaan, niet gewerkt. Het is vandaag ook hemelvaartsdag, maar... dus ja, vandaag is ook iedereen vrij. Maar het is vandaag ook pokkenwarm, dus waarschijnlijk heel veel mensen gingen naar het strand of zo. Nou, ik eet geen mensenvlees. Net zoals de mensen van Terminus, ja. Waarom zeg je dat? Hallo, hij kan je horen. Maar ik moet nog steeds... Zit ik nog steeds te wachten op de Walking Dead comics? Echt waar, bitch.
Holy tiet! Holy! Ik wist niet dat je daar was. Hey, rustig. Rustig. Rustig, rustig. Hij heeft me. Ik moet heel erg weg. Ik heb geluk. Kan ik hier echt niet weg ergens? Volgens mij niet. Oh my god, we moeten hier gewoon... Hoe de fuck kom je ineens daar? Holy! Hoe kom je daar? Oh, serieus, kan iemand me dat vertellen, jongens? Kom op, man. Hallo. Deze guy is een fucking hack. Als hij nu het hoekje omkomt, ga ik echt dood. Maar mensen, ik haat gewoon de zomer omdat het zo heet wordt. En ja, we kunnen het niet cooler maken of zo. Het is veel makkelijker om het warmer te krijgen dan kouder. Je stookt gewoon de verwarming op en... ja, hoppa. Oh, kut. Kut, sorry. Ik wist niet dat je me kon zien. Hoe komt dit vuur u? Mag ik dat weten of niet? We doen ook gewoon de hele tijd hetzelfde. Ik vind het echt dom dat hij niet beter checkt gewoon. Waar is hij überhaupt? Ik ben nu wel een beetje bang. Want ik zie hem nu niet. Hallo, David. Gast, waar ben je? We verstoppertje spelen of zo. Mensen, dit is gewoon een heel eng verstoppertje spelletje. Maar ik zweet me nu ook gewoon letterlijk. Ook al doe ik niks, mijn kamer is fucking heet, mensen. Ik wil gewoon cooler. Maar ik heb geen airco of zo ingebouwd. Dus mijn leven is gewoon kut. Mensen, zoals je het raam open doet, dan krijg je zo allemaal warme lucht. Want ja, de lucht wordt natuurlijk ook warmer. Als het fucking 40 graden is. 40 graden Fahrenheit. Ik vind nog zo raar, alle graden. Celsius, Kelvin, wat voornamelijk in wetenschappen en zo wordt gebruikt. Absolute nulpunten shit. En dan heb je gewoon Fahrenheit. En dat wordt gewoon alleen maar in Amerika gebruikt. Omdat Amerika weer een systeem wil, moet hebben dat ze zelf fijn... Hallo! Hoe zie je mij? Mag ik dat weten? Oh. Holy shit, deze guy... Kijk ook hoe die kijkt. Deze guy is fucked up in zijn hoofd, mensen. Jullie wisten het waarschijnlijk al. Met zijn vleesetende dingen. Alleen hij is echt fucked up in zijn hoofd. Waar is hij nu? Hallo? Ik snap niet waarom ik dit glas niet gewoon kan breken en loose kan gaan. Dat wil ik eigenlijk wel doen. Want als ik heel eerlijk ben, ik vind het niet zo fijn, David. Dat is niks om jou. Alleen, je bent gewoon een debiel. Holy shit, ineens ben je daar. En je bent gewoon een hacker, omdat je overal ineens kan komen. Laat me gaan. Je kan toch niet mikken, man. Laten we eerlijk zijn. Ik ben niet bang voor jou, bitch. Oké. Waar is die? David. Hallo, kom je nog achter me aangesprint, jij sukkel? Nou, blijkbaar niet. Verder is aankomende zaterdag ga ik ook naar een snackbar eindelijk weer eens. Ben ik al heel lang niet meer naartoe gegaan. Sinds corona eigenlijk begon ben ik al niet meer naartoe gegaan. Nu ga ik er wel weer naartoe. Heb ik echt super veel zin in. Wordt fucking lekker. Ik ga hamburgers nemen. Ga frietjes nemen. En ik ga gewoon... Wat doe jij daar, oh? Ik zie je wel, jij bitch. Ik zie je gewoon daarachter staan. Oh, kut. Holy tietensooi. We zijn dood. Ik wil één ding zeggen, mensen. Deze David is echt gewoon een strijder. Hij is een goede jongen. Of hij is een slimme jongen. Nou, niet echt slim... Hij is gewoon fucked up in zijn kop met zijn mensen eten. Dat hebben ze gewoon genakt van Terminus, van The Walking Dead. Doe even normaal, jongens. Ik weet wel, jullie zijn les vast. Nee, dat is een grapje, hoor. Want deze game is al van 2013. Ik weet geen eens wanneer The Walking Dead seizoen 5 uitkwam. Maar de comics kwamen er sowieso van tevoren uit. Oh my god. Dit is mijn kans. Wat doet hij daar eigenlijk? Verder heb ik vandaag ook weer een paar potjes Fortnite gespeeld met iemand anders. Was heel leuk! En ik ben dood. Ellie, waarom steek je hem niet gewoon, man? Hij zit soort van met je rug naar me toe. Dan moet ik hem toch gewoon kunnen steken. Kom op, mensen. Verder was gisteren dus de Heavy Rain video. Met de naaktscène, seksscène. Jullie weten waar ik het over heb. Mijn YouTube kanaal bestaat nog, dus hey, lekker chill. Er was ook niet heel veel gebeurd. Ik had het voornamelijk gecensored, wat redelijk goed werkte. Wat doet deze loser? Hij denkt echt hij kan verstoptje met me spelen. We gaan geen spelletjes spelen hier, oh. Zie hem dan. Ik kan je gewoon zien, hoor. Jij zielige sukkel. Hallo? Oh, nu kan ik hem niet zien. Oh, daar, oh. Wat doet deze guy? Dit is echt als je het zo kan zien door de muren. En je ziet hem, maar hij ziet jou niet. Dan ziet er zo debiel uit wat hij aan het doen is. Holy kut, je bent daar, oh. Die zag ik niet aankomen. Shit, deze muziek is wel vet. Maar ik wil deze scène even compleet maken, mensen. Je moet hem nog een paar keer steken.
Alleen, hij moet gewoon fucking doodgaan. Ik snap ook niet waarom ze hem niet gewoon in de kop steekt. Gewoon het shot. Nou, eigenlijk geen shot. Maar het, I don't know, stab. Ik vraag me nog steeds af hoe de fuck dit vuur hier komt. Dat is volgens mij van het begin dat we zo'n lampje kapot schoten of zo. Of hij. Maar echt, what the fuck? Waar is die guy? Tering, daar is hij, daar is hij. Oh my god, nice. Nice, nice, nice. Niet sneaky, bitch. Waar zit hij, waar zit hij? Hij zit hier ergens. Als hij nu gaat rennen, ben ik echt de lul. Waarom heb ik ook geen baksteentje of zo? Hallo? Hij zit hier om de hoek, volgens mij. Hij zit volgens mij al hier om de hoek, mensen. Maar dat weet ik niet zeker. Huh? Ik hoorde hem. Ik hoorde hem met glas. Oh, daar is hij, daar is hij. Ik hoorde het glas. Ik hoorde letterlijk het glas. Daar is hij, daar is hij. Oh shit. Zie me niet, zie me alsjeblieft niet. Ik zie hem daar zitten, ik zie hem daar zitten. Niet over het glas lopen, niet over het glas lopen. Alsjeblieft, ga de andere kant op, gast. Ga de andere kant op. Ik zie je zitten. Hallo, ik zie je gewoon zitten. David. Mijn beste goos, kun je even omdraaien? Yes, bedankt. Maar vandaag heb ik dus heel veel van Survive Island gekeken. Was echt fucking leuk. Ga ik eerlijk in zijn. Huh? Hoe komt hij ooit zo snel daar, oh? Oh, kut. Kom op. Oh, daar is hij. Daar is hij. Ik moet hem nu. Nu is de kans. Nu is de kans om hem van achter te pakken. Let's go. Dat klinkt heel smerig. Wat doet hij? David, jij fucking klootzak dat je bent. Wat ben... Holy! Tietensoor, daar konden we dus niks mee doen. Mensen, ik wil één ding zeggen. Of ik ben fucking noob in deze game. Dat ben ik ook. Of dit is gewoon echt fucking moeilijk. En die David is gewoon echt een retard. Wat hij allemaal aan het doen is, deze debiel. Echt, wat een chappie. Want kijk, je ziet hem sneaken, maar wij horen hem gewoon, bitch. Hier ergens. Hij is daar al. Hij is daar al. Nee, 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 nee. Nu van achter, van achter. Alsjeblieft, ga naar voren. Ga, ren naar voren, David, please. Ik smeek het je, David. David. Menseneter. Bedankt, bedankt. Nee, nee, nee. Hij had het door, hij had het door. Ah, van achter. Fucking in mijn ribbenkast. Gadverdamme, David. Verder zal ik mijn PlayStation ook als een malle tekeer gaan. Want die gaat natuurlijk ook overheaten. Dat is ook natuurlijk kut zoals in de zomer. Allemaal elektrische apparaten zoals telefoons, PlayStations en zo. Ja, als je gewoon games speelt, worden de processors heet. En als het warm weer is en de lucht is al warmer, dan worden ze minder snel koud of koel. En dan gaan ze makkelijk overheaten. En dat is gewoon kut voor je... telefoons, displays en zo. Dat is nooit goed. Dus daarom is de zomer ook gewoon kut. Ik weet niet waarom ik dit een debat heb gemaakt van waarom zomer kutter is dan winter. Alleen het spijt me, mensen. De winter is nu ook al heel erg warm. Dus als je wil zeggen van ja, winter is te koud, vind ik dat ook niet echt een goed argument. Want het is nu zo fucking heet in de zomer. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Holy. Jongen, ik zweer. Deze guy is echt fucking... Jason Bourne of zo. Ik heb geen idee hoe ik bij die naam kwam, maar echt, what the fuck. Deze guy, David, is echt gewoon een hacker. En verder, zweet is ook gewoon kut. En trouwens, als je het in de winter koud hebt, doe je verwarming aan. Komt er meer CO2-uitstoot voor verbranding van methaangas en zo. Of aardgas. En dan heb je het nog warmer. Dus hey, let's go. Dat is best wel kut om te zeggen, ja. Waar is die guy, mensen, nou... Deze David moet echt stoppen met spelletjes met me spelen. Of we gaan gewoon Fortnite duo's doen. Of ik wil het niet horen, ja? Nu, 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 nu. Knife hem dan! Je vieze kut, bitch. Sorry hoor, ik wil Ellie niet zo uitschelden. Alleen je bent echt een retard. Je kan niks, Ellie. Het spijt me om het je te moeten vertellen, maar je kan niks. What the fuck doe jij? Ik snap dat ik naar hem toe rende, dat hij dat hoorde... Maar hoe kan hij ooit zo'n snel reactievermogen hebben? Ik dacht gewoon, we rennen snel naar hem toe en dan steken we hem. Alleen ja, dat werkte blijkbaar dus niet.
Nu gaat hij sneaken, nu gaat hij sneaken. Waar is die bitch? Daar al, ik zie je wel, gast. Serieus, ik kan je gewoon zien. Verder moet ik ook nog op mijn Outlast whistleblower spelen. Ik weet het, mensen. Maar dat doe ik ook gewoon niet. Blijf ik ook gewoon maar uitstellen. Waar is die nou? Serieus, mensen. Hoe kan hij zomaar wegteleporteren? Oh, daar is hij. Daar is hij. Niet over de bordjes lopen. Oké, nice. Waar zit hij hier, oh? David? Hallo? Waar zit hij? Dit is wel eng, hoor. Ik moet eerlijk zeggen. Dit vind ik wel een beetje spannend, ja. Maar verder is morgen ga ik ook gewoon niks doen. Oh, daar is hij, daar is hij. Nee, ik had hem bijna. Waar zit hij? Hij zit nu in de keuken, maar waar precies? Oh, hij zit daar al, hij zit daar al. Niet over de borden. Niet over borden gaan. Waar zit hij? Daar, 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 daar. Dit is mijn kans, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Knife, knife, knife! Let's go, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem! Dit moet hem zijn, dit moet hem zijn! Nee, dit is hem niet. David, what the fuck? Waarom ben je zo fucking hacker, man? Hoe kun je zo goed zijn met vechten? Echt, doe eens normaal. Oh, nu ineens spelen we Joel weer. What the fuck is dit? Hallo? Ik wil gewoon Ellie spelen, mensen. We zaten net lekker in de actie. We zaten er lekker in. Met het verstoppertje spelletje. En toen, ja, werden we eruit gehaald. Dat vind ik gewoon jammer. En nu weet ik ook niet waar de... Oh, god. Oh, my god. Inderdaad, ja, jammer voor jullie. Ga erin naar binnen. Het kit is deadly. Jullie zijn gewoon garbage, mensen. Het spijt me. Maar jullie zijn echt slecht. Ik moet het gewoon eerlijk zeggen. Maar... What the fuck? What the fuck? If you know what I'm saying. Ik weet niet wat ik lul, mensen. Alleen what the fuck? Hoe ziet deze guy me? Ga daarheen, bitch. Ga daarheen. Ga alsjeblieft daarheen, er zat hier iemand. Waar word ik via gespot? Ik... Huh? Vanaf waar? Oh, daar al. Ja, fuck off, bitch. Doei, bitch. Rennen, 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 Joel. Rennen, Joel. Of Joel. Hoe de fuck je naam maar uitspreekt. Gewoon rennen, alsjeblieft. Oké, we doen het lekker, we doen het lekker. Oh, kut, we hebben hier geen Oké, we hebben nog een shotgun. Oh god, ze komen. Daar is er eentje, daar is er eentje. Oh, hier is er een. Fuck off, bitch. Doei. Sukkertje. Oh my god, nu hebben we fucking veel ammo hiervoor. Dat vind ik chill, dat vind ik heel erg chill. Kom, kom, kom. Doei, bitch. Oh, kut. Kijk, dit bedoel ik ook. Hoe leeft deze guy? Serieus. Wie gooit die molotov? Hallo, wat doe jij? Flikker toch op, man. Ik snij zo je keeltje door. Doei, bitch. Oké, nog eentje, nog eentje, nog eentje. Hij denkt dat hij me melee... Kom dan. Dood. Nee. Flikker op, jij. Oké. Doei, bitch. Van een shotgun van zo ver en ik heb hem nog. Je bent fucking shit, ouwe. Je bent shit. Ik denk dat we hier doorheen moeten. Oeh, dit is wel een mooie tunnel, ja. Maar waarom sneeuwt het ook zoveel? Kijk, hier is er nog lekker sneeuw. Lekker koud. Maar in Nederland hebben we dat niet meer, hoor. Sneeuw. Maar dat heb je nergens echt meer. In elke landen. Trouwens, over warmte gesproken. Ik bedoel, dit artikel gaat er... Artikel, wat zeg ik? Deze aflevering gaat daar voornamelijk over. Ik zag zo'n artikel dat binnen 50 jaar... ongeveer 50% van de aarde onleefbaar werd. Omdat het te warm was. Dus ik weet niet hoe erg dit klopt. Maar als dat wel zo is, dan zijn we echt fucking erg de lul. Kut, sorry, ik ben dood. Dat is jammer. Maar als er iets van een paar miljard mensen niet meer kunnen leven omdat het te warm is, gemiddelde temperatuur.
zijn we echt de lul, mensen. Ik wil geen klimaatactivist zijn of zo, maar dan zijn we echt het lulletje. En dat is niet fijn. Verder, mensen, ik denk dat ik toch maar ga, de video hier afsluiten. Bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan een bladerpje omhoog achter. Abonneer het kanaal daar beneden. Comment het kanaal daar beneden. En deze video hebben we voornamelijk verstoppertje gespeeld met David. We hebben geleerd dat hij een klootzak is en dat het fucking lastig is. We zijn nu bij Joel en ik weet niet wat de fuck er gebeurt met Ellie, maar die killt hem waarschijnlijk of zo. Verder is het vannacht dus fucking warm. Heb ik voornamelijk Survivor Island gekeken. Beetje Fortnite gespeeld, wat ik vanavond ook weer ga doen. En hierna ga ik als goeds een broodje hamburger eten. Wat fucking lekker is. Waarom vertel ik jullie deze informatie? Ik weet het niet. En verder is heb ik een debat gehouden versus zomer versus winter. Of warm versus koud. Nou, sowieso koud. Want dan in je huisje zit je gewoon nog lekker warm onder de dekens en zo. Ik zweem in de pleuris, mensen. Morgen wordt het ook weer fucking warm. Gadverdamme, het is geen zomer. Het is pas mijn, het is al zo warm. Het is om te janken. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.